Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Met twee seizoenen gevoetbald bij Excelsior 31. Ik vraag aan iedereen, wat waren de hoogtepunten voor jou bij Excelsior? Zijn er wel meerdere, denk ik. Sowieso het kampioenschap vorig seizoen naar de divisie. Ik vond team uitje Malta vond ik ook wel een hoogtepunt. Daar eens iets meer over, want daar horen wij helemaal niks van. Nee, daar ga ik niet meer over vertellen. Dan weet ik genoeg, Tom. Maar het was wel gezellig. En ik denk mijn debuut in de competitie dat ik gelijk scoorde, denk ik. Welke wedstrijd was dat? ACV thuis. En nog gewonnen ook toen? Gelijk of verloren, dat weet ik niet. Was dat de eerste allereerste wedstrijd was dat. Ja, scoorde zijn blessuretijd, winnende volgens mij. Ja, of niet? Klopt. Ja, dus het doelpunt heeft weinig hulp. Nou, voor mezelf was het wel leuk. Maar dan was je debuut en gelijk het doelpunt. Ja. Mooi natuurlijk. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Je kwam bij Dato vandaan. Moest je wennen aan het voetballen bij Excelsior 31? Jawel. Het tempo gaat iets sneller. Veel grotere club, wat meer van je verwacht. Dat eigenlijk wel. Ja. Heb je voor jezelf het idee dat je waar hebt kunnen maken? Of? Vorig seizoen in het begin ging het wel lekker. Toen haalde ik mijn niveau ook wel. Toen raakte ik geblesseerd. En toen ging het wat minder. Dus door een blessure ben je eigenlijk niet op dat niveau gekomen dan voor de blessure? Nee, niet op dat niveau gebleven, zeg maar. Dat denk ik wel. Ja, dat is dan jammer, want dat hoor je wel vaker, hè? Ja. Wedstrijd Utrecht was je wel bij. Ja. Je deed niet mee? Nee. Nee, maar wat vond je ervan? Ik vond... het is een mooie wedstrijd, ja. Veel publiek. Goede tegenstander natuurlijk. Mooi om mee te maken. Met name de ambiance, denk ik, om mee te maken. Alleen jammer dat ik niet inviel, maar niet iedereen kan invallen. Nee, precies. Je kan met drie invallen. Je gaat naar DOS 37? Ja. Ja, wat weet je van die club? Want het was natuurlijk een buurman van Dato, hè? Nou, ik ben begonnen bij DOS 37 vroeger. Okay. Omdat mijn broer voetbalde daar, mijn vader, mijn neef, oom. Dus eigenlijk kom ik ook bij DOS weg. En ik denk dat dat ook wel de reden is dat ik daar ook weer ga spelen, zeg maar. Ik heb er een goed gevoel bij. En je doel is om je oude niveau te halen en gewoon elke wedstrijd weer te spelen? Ja, gewoon lekker minuten maken, plezier hebben en gewoon mijn eigen ding doen. Ja, dat is belangrijk, denk ik. Ik wil jou bedanken voor de afgelopen 2 jaar. Ook voor het voetbal. Ook voor de mooie doelpunten tijdens je debuut. Ja. Blijf je volgen en ben je een keer vrij in Excelsior moet voetballen, dan hopen we dat je hier nog even komt kijken. Dat gaat zeker gebeuren. Hey, dankjewel, Tom. Jij ook bedankt. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look.